Ik wist helemaal niet dat ik in jou een grappoe had. Wat leuk, kijkers! Welkom bij een nieuwe video! Vandaag heb ik toch iets heel leuks voor jullie. Ik heb namelijk hier een auto staan. Dat is niet echt wat er vandaag gaat gebeuren. Vandaag heb ik iets heel leuks gepland. Maar ik heb zeg maar een auto hier staan. En die wil ik eerst even afmonteren. Kijk, daar staat die. Maar er zit een hele gevaarlijke klus die ik moet doen namelijk. Er is namelijk een hele goede kans dat ik het verkeerde draadje aanraak. En dat de auto gewoon misschien een klein stroomschokje aflaat. Maar ik hou niet zo van stroom. Niet erbij. Dus wat we gaan doen, is we gaan heel voorzichtig gaan we even kijken hoe we dit gaan oplossen. We gaan even inspecteren hoe we dit kunnen doen op een veilige manier. Want deze auto die is toch wel... Kijk, het is een klusje. Ik denk, nou, ik wil een beetje een nieuwe auto. Hij is nog een beetje lelijk. Hij is een oranje of zo. Wat een aparte kleur voor. Wie maakt je auto nou oranje? Maakt je auto toch gewoon roze of groen of zo? Dat is toch veel mooier allemaal. Maar goed, ik ga even wat spulletjes uit de garage pakken hier. Oké, we hebben het goede materiaal. We hebben hier even wat stroom moeten we van aftappen van mijn alarmsysteem. Dit is mijn Drift XXX. Zo noem je hem. Echt waar. Dat is mijn systeem die ik gebruik voor mijn afweersysteem. Voor mijn beveiligingssysteem. Echt cool. En die bezemnaar, daar ga ik iets over zeggen. Oh, dat is toch een geheim systeem, die bezemnaar. Die bezem is de key tot everything. Maar goed, we gaan dus even naar deze auto kijken. Die staat hier. Het is heel gevaarlijk. Ik moet vooral oppassen met wat ik doe met deze auto. Want ik wil echt niet een stroomschokje krijgen. Hoor. Het zou misschien een klein vlammetje zijn, hoor. Misschien, nou, een vlammetje, dat denk ik ook niet. Dat is misschien te overdreven. Maar het zou meevallen. Maar ik moet toch oppassen, weet je. Dus als ik nou gewoon... Eigenlijk hoef ik helemaal niet op. Ik kan gewoon aan dit rode draadje drukken. Ja! Oh, kijk eens. Ik mocht eindelijk weer naar huis. Naar die grote ontploffing, zeiden ze. Henkie, je moet weer een zak over je hoofd. Nou, ik vond dat niet echt jottem hoor. En moet ik weer dat stomme tuinpak aan, want andere pak is verbrand. Die is naar de stomerij. Ah, oh, maar ik ben gelukkig in ieder geval weer thuis. Moest wel dat stomme pakje weer aan met die zak over mijn hoofd. Oh, maar in ieder geval weer lekker thuis. Thuis. Waarom is mijn deur nou op slot? Ach, oh, heb ik mijn sleutel. Heb ik mijn sleutel nou? Ah, oh, nee. Ik zie hem op de... Ah... Oh. Ik heb mijn sleutel op tafel laten liggen, kijkers. Hoe moet ik nou naar binnen? Weet je, ik heb misschien toch wel een reserve. Ik heb misschien toch wel... Ah? Wat is dat? Ah, wat cool! Ah, je had hem! Ah, een nieuwe motor met twee frontwielen en één achterwiel. En ik zie de benzinedop die exclusief van de 14e editie is... Ah, oh, wat een coole motor! Ah, deze wil ik. Is die van mij? Waarom staat die hier? Deze is toch helemaal niet van mij? Die ligt aan de voorkant. Ah, oh, dat zijn de nieuwe headlights van de Oxidoxibinti-lichten. Ah, oh, dat zijn de 9e editie van de... Ah, oh, die kunnen beter en mooier zien. Ik zie wel wat monteerklusjes hier aan. Nou, weet je, deze motor, is die van mij? Wat voor motor is dit? Is dit een nieuwe Nagasaki? Oh, het is die nieuwe Nagasaki, die 1-ster editie. Oh, die heeft de front- en backwiel motorvoertuigbijdrijving. Ja, deze is zo cool. Deze wil ik. Het nummerbord is wel een beetje slecht. Deze gaan we gebruiken. Ik ga, zou ik gewoon, weet je, ik ga gewoon een tesseretje maken. Oh, hij is wel een beetje traag, merk ik nu. Oh, hij start wel snel op, maar is die, hij is helemaal niet van mij ofzo. Hoe komt hij überhaupt? Weet je, hij is nu gewoon van mij. Ik ga hem gewoon mee rijden. Ah, oh, wat cool. Hij is wel traag hoor. Maar wat... Wow, wow, die slipt ook al heel erg. Ah, wat een coole auto. Motor, wat het ook is. Ah, weet je. Kijkers. Goedja. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. Ik, Henkie Jottem de Derde. En vorige keer was ik bij Manuel een auto monteren. Maar Manuel, die was niet zo goed bezig met die monteerklusjes. Dus, wat wij gaan doen. Wij gaan naar een nieuwe motorclub. Ik heb een nieuwe stagiair. Het is een nieuwe stagiair. En ik hoop dat hij een stukje beter is dan Manuel. Ik ga je zo... Nou, je verpest mijn shot. Ik ga zo een nieuwe stagiair laten zien. Ik ga hem introduceren aan jullie. En we gaan er nu naartoe rijden. Tot zo, kijkers. Wat een coole motor. Ah, deze wil ik echt wel houden, hoor, kijkers. Nou, kijk. Dit is dan wat ik noem mijn stiekeme route, kijkers. Als ik hier namelijk zo ga. Dit heb ik heel goed geleerd. Ah, hij is nieuw. Hij is leuk. Ik hoop dat hij beter is dan Manuel. Maar dat kan niet zo heel moeilijk zijn om beter te zijn dan Manuel. Hier is het. Hij heeft een paar klanten al daarvoor staan. Nou, mag ik jullie welkom heten. Dit is, daar is hij, Esteban. Hoi Esteban. Ik hoop dat jij veel beter bent dan Manuel.
Maar we gaan eerst even kijken, want we gaan een auto monteren. Een auto die eigenlijk een motor is, maar we noemen het net een auto. Oké, Esteban, als dat je echte naam al is, laat jij jezelf eens zien. Laat je kunsten eens zien. We gaan kijken wat je allemaal kunt doen. We willen eerst de auto goed een armor upgrade geven, dat hij sterker is. Dan willen we de remmen. Die willen we optimaal. Hij mag niet. Zeg maar, hoe noem je dat? Als je remt, dat hij niet stil komt te staan. Hij moet de Henkie noodrem hebben en gelijk stilstaan. Dat is gewoon hoe het werkt. Ah, kijk, en dan gaan we echt leuke dingetjes kijken. We gaan nu naar de uitlaat kijken. De uitlaat ziet er origineel zo uit. Maar we kunnen hem mooier maken. Namelijk deze, die is toch cool? Of deze? Even kijken hoor. Deze of deze? Ik vind deze eigenlijk wel cool. Sport, maar quad is, die is ook mooi. Die is netjes, maar ik doe deze. Deze is weer cooler. Horn. Oh, leuke toeter. Ah, we gaan de toeter doen. Wat is dit? Die doen we. Dan de lichten. We willen die Xenon headlights. Dat geeft voor een optimaal visiebeheer in het frontzicht van de speler. Oftewel, ik. Ik ben een speler! Nee, ik ben Henkie. Livery. Ah, oh, we kunnen nu kijken hoe leuke livery we eroverheen gaan doen. Ah, oh, zolang we maar niet weer van hetzelfde merk krijgen hoor. Ik ben de naam even vergeten. Maar oh, zodra ik dat merk weer zie. Manuel had telkens een merk, hé Esteban. Telkens hetzelfde merk had die Manuel. Maar nu, Esteban, jij gaat mij geen merken geven. Dat vind ik heel goed. Wat cool. Deze is op. Wie is filet? Wie is filet? Esteban, wij hadden het hier nog over gehad. Ik zei geen merken. En nu kom jij aan met een filet. En... hé? Hey? Wat is dat voor poster? Nou heb je weer een merk. Wing Wang. Wat is wie Wang? Wie is Wang? Ah, Esteban. Koks! Oh, deze vind ik wel mooi. Ah, deze is wel cool. Heel veel merken wel. Deze is mooi. Oh, dit is wit gewoon. Dit is helemaal niks. Ik vond filet, denk ik. Filet American. Vond ik, denk ik, wel het leukste. Ik denk dat ik filet American ga doen. Plate. Oké, dan moeten we nog een coole plate eraan toevoegen. Ik denk deze. Deze past een beetje met het contour van het filet American. Die zwarte met witte en gele en roze. Ah! Oh, een lijntje. Wat cool. Dit is een cool lijntje. Nou, nee, die nemen we. Dat is echt mijn geld waard dit. Hey, maar Esteban, wat een goede toevoeging voor jou. Kijk, wit is heel mooi. Maar wit is eigenlijk niet de goede kleur voor dit. Want je wil echt eigenlijk... oh, dat is metallic dan. De echte kleur die belangrijk zijn in het leven. Dat kennen jullie allemaal. Jullie weten toch inmiddels wel welke kleuren we moeten doen. Daar is hij. Dit is toch de mooiste kleur die er bestaat. Hoe kan je nou niet deze kleur willen? Dat is onmogelijk om niet deze kleur te willen. Ja, deze doen we. Want jij hebt ook zeker geen lime green, hè? Waarom heb je dat ook niet besteld, Esteban? Ik zei nog, Manuel had geen lime green. Dus ik ben bij hem weggegaan, heb hem ontslagen. Vervolgens neemt Esteban ook geen lime green, Esteban. Ik zie een patroon hier dat ik niet graag wil zien, Esteban. Zoals je kan zien is het resultaat wel fenomenaal, dit hoor. Ah, de wielen. Dit is heel belangrijk. Moet de smoke van de wielen moet heel goed bepaald worden. Dat wordt natuurlijk niks anders dan pink. Want er moet een roze rookje aankomen. Maar waarom mag ik mijn wielen niet aanpassen, Manuel? Manuel, ik ga je nu alweer vergelijken met Manuel. Oké, ik kan geen wielen. Je hebt wielen niet besteld, Esteban. Dat vind ik een beetje jammer. Voor de rest heb je het heel goed gedaan, hoor, Esteban. Ik ben super trots op je. Je was echt stukken beter dan Manuel. Esteban, blijf zo doorgaan, hoor. Je bent echt de beste. Jezus, wat is hij nog slechter dan Manuel? Ik dacht dat hij goed zou zijn. En uiteindelijk is hij nog slechter dan Manuel. Nou, daar hebben we ook niet zoveel aan gehad. Maar kijk dan! Een filet! Een filet Amerikaan wagen! Hé, hey, Tony. Wie is Tony? Nou, kijk eens. Moet je zien wat een mooie wagen. Ah, dit is toch prachtig. De filet Amerikaan auto. Het is echt een mooie auto. Echt. Ik denk ook dat ik wel een keer een motor wil kopen. Maar voor nu hou ik het gewoon lekker bij de auto's zoals deze. Laten wij eens even een testritje maken. En gaan kijken hoe snel die is. Of hij nu wel dingen aan kan. Oh, oh, oh. Hij is zoveel beter dan dat hij eerst was. Kijk, als ik hem echt zelf zou monteren, zou het nog leuker zijn. Alleen, soms moet je toch een beetje je kennis overbrengen op anderen. Zoals Esteban of Manuel. Maar we gaan even kijken hoe goed deze is. Daar gaan we. Wow, hij is zo snel. Wat goed. Kijk dan hoe snel die allemaal gaat. Ah, oh, 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 ah, ah. Mijn rug. Hoe kom ik nou naar beneden? Is dat veilig om te nemen? Oh. Is dat... oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Terug, 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 terug. Oh! Ah.
Ah! Nee, mijn motor! Ik bedoel auto, sorry. Oh, nu ligt mijn auto ook nog eens op zijn kop. Sorry, kom op. Auto, niet zo bij. Wow! Auw! Ah! Nou hé, is dit niet echt een goede riem op of zo, hè? Het is wel een beetje een klein dingetje. Jongen, die Esteban is wel goed te vergelijken met Manuel soms. Geef hem geld en dan doet hij dit met mijn auto. Jezus hé, nou gelukkig zijn we in ieder geval weer thuis. Ah, ik moet even denk ik die zak weer van mijn hoofd halen. Ik krijg een beetje hoofdpijn van die zak telkens zo op mijn hoofd. Zo, hoppakee. Kijk, zag je dat? Dat kan ik gewoon. Ah, kijk eens. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. We gaan Esteban even goed aanspreken en dan misschien toch weer terug naar Manuel. De garage zit op slot en mijn huis hier gewoon zelf zit op slot. Dus ik ga denk ik maar even naar de Chief Donuts halen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Willen jullie vaker trouwens dat ik auto's monteer met stagiaires, of willen jullie gewoon dat ik ze zelf monteer? Of allebei! Allebei kan ook. Dit is namelijk wel lekker snel te doen zo. Want een eigen auto monteren moet ik eerst een klusje voor hebben en mijn Groywin in contact brengen. Maar het is allemaal zo druk allemaal. Al die auto's en motors zoals hier. Dit is echt een mooie auto, maar toch wil ik binnenkort toch een motor monteren. Want alleen auto's zoals deze, dat kan niet. En dit is een filet Amerikaan auto. En die zijn gewoon heel zeldzaam. Dus dat is moeilijk om te krijgen. Dus dank jullie al voor het kijken, kijkers. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneren allemaal even. Vooral abonneren. Want we hebben bijna de 52.000 abonnees. Als je dit kijkt. Hoeveel abonnees heb ik dan? Misschien heb ik dan wel 60.000 al. Misschien haal ik nooit de 60.000. Ik weet het niet, kijkers. Ik ben onzeker. Allemaal een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video, kijkers. Doei! Yeah!